Welkom bij Wovar. Vandaag gaan wij een tuin decoreren met ons nieuwe product, namelijk Kottenstal tuinschermen. De Kottenstal tuinschermen zijn verkrijgbaar in verschillende patronen en geven een unieke uitstraling in uw tuin. Zo hebben wij een vlindertuinpatroon, een herfstpatroon, een dichtpatroon, een palmpatroon en een modern patroon. Wij gaan nu een Kottenstal tuinscherm aan de muur bevestigen. Dit doen we met behulp van deze Kottenstal ophangbeugel. Gebruik hiervan twee, want dat zorgt voor extra versteviging. Voor de bevestiging hebben wij het volgende nodig. Nylonpluggen van 8x40 mm. Hardhoutschroeven met een AR-coating in de maat 5x50. En daarbij hebben we ook nog een timmermanspotlood, rolmaat en een bitsetje om de schroeven vast te maken. Het voordeel van de Kottenstal ophangbeugel is dat u niet hoeft voor te boren in het tuinscherm zelf. U hoeft alleen maar een gat te boren in de muur, het daarna vast te schroeven om vervolgens op te hangen. Het voordeel is dat u dan ook niks meer ziet van de schroeven in de Kottenstal tuinscherm. Voordat wij de Kottenstal tuinscherm gaan ophangen, dienen wij eerst wat gaten in de muur te boren. Dit gaan wij doen door middel van deze klopboormachine met een steenboortje van 8 mm. Wij gaan nu bepalen waar we de ophangbeugel gaan monteren. In dit geval hebben wij een stenen muur, dus kunnen wij de hoogte gemakkelijk bepalen. Wij doen hem ongeveer hier. Indien u geen bakstenen muur heeft, kunt u ook gebruik maken van een waterpas. U zet simpelweg de waterpas recht op de muur. U kijkt waar het bubbeltje zich bevindt en zet een streep eronder om de hoogte te bepalen waar u de Kottenstal ophangbeugel monteert. De Kottenstal ophangbeugel heeft drie gaten, dus gaan we ook drie gaten boren in de muur. Hoe gaan we dat doen? We leggen de Kottenstal ophangbeugel op de lijn. We gaan nu drie keer de gaten markeren met de potlood. We hebben zojuist de eerste ophangbeugel opgehangen. Dan ga ik nu eventjes meten, want het is belangrijk dat je 50 centimeter verschil houdt tussen de tweede ophangbeugel. Hou er rekening mee dat je dat vanaf de buitenkant doet. Ik heb hem nu op de kop, maar ja, dat geeft even niet. Dan zet je hier eventjes een streepje. Hier ga je dus de tweede ophangbeugel plaatsen. En dan gaan we nu de pluggen in de muur plaatsen. Nu we de ophangbeugels hebben gemonteerd, kunnen wij het tuinscherm er mooi aan hangen. Naast dat u de tuinschermen kunt gebruiken als wanddecoratie, kunt u er ook een schutting van maken. We hebben meerdere modellen, dus u kunt gebruik maken van alle modellen om een gehele schutting mee te maken. Of u plaatst het tuinscherm op uw huidige schutting, waardoor u een onderbreking creëert. Deze onderbreking zorgt voor een speels en industrieel effect. Wij gaan nu een gehele schutting maken met het tuinschermen als onderbreking. Hiervoor zetten wij palen in de grond, dat hebben wij alvast gedaan, waar vervolgens de potdekselplanken opkomen. Hier tussenin gaan wij dan vervolgens de tuinschermen monteren. Nu heb ik de laatste planken rechtgeschroefd en nu is het tijd om de tuinschermen erin te plaatsen. Wij gaan nu laten zien hoe we de tuinschermen gaan monteren. Om dit te doen hebben wij een metaalboortje nodig van 5 mm. Deze gaan wij voorboren aan beide zijkanten en doen we 10 cm van de zijkant af. Nu hebben wij de Kottenstal tuinscherm voorgeboord. Nu is het een kwestie van de tuinscherm bevestigen aan de palen. Hiervoor gaan we gebruik maken van wederom de schroeven met een AR-coating van 5x50 mm. Over het algemeen zijn schuttingen 1,80 meter hoog. Onze tuinschermen zijn 90 bij 60 centimeter. Je kunt ze daarom drie keer in de lengte of twee keer in de hoogte plaatsen. Hierbij nog een extra tip. Het is van belang voor de afwatering dat je eventjes twee gaatjes in het tuinscherm boort, zodat het water mooi naar beneden kan vallen. Er is heel veel mogelijk met de Kottenstal tuinscherm. Zo kunt u de tuinscherm monteren aan een muur. U kunt er een schutting van maken zoals we zojuist hebben gedaan. Of u hangt het tuinscherm los aan een bestaande schutting. Hiervoor maak je gebruik van wederom de Kottenstal ophangbeugels. Dit was onze aflevering over het plaatsen van de Kottenstal tuinschermen. Wilt u meer weten of bestellen? Kijk dan op wovar.nl/tuinschermen. En onthoud, Wovar bevestigt het, keer op keer.